Business are two things, innovation and marketing. Dat is een quote van Peter Drucker. En wat bedoelt hij daarmee? Wel, in eerste instantie innovation, vernieuwing. De meeste als ze dat horen, denken ze van ja, nu dat is eigenlijk niet van ons van toepassing. Want ik heb geen hoogtechnologisch bedrijf en wij innoveren geen nieuwe producten en dit en dat. We hebben maar een simpel restaurant of we zijn maar een bouwfirma of wat dan ook. Maakt niet uit. Wat is innovatie? Is manieren zoeken om zo goed mogelijk de behoeften van uw klant te vervullen. Dus dat kan zijn dat je een restaurant hebt en dat je af en toe je menu aanpast. Dat kan zijn dat je een bouwbedrijf hebt, dat je naar nieuwe technieken kijkt om beter te isoleren of om sneller te werken. Maar als je die mindset hebt, dan blijf je ook meedraaien. Want op het moment dat je denkt van weet je, mijn product dat blijft altijd hetzelfde. Kijk naar wat de videorecorder deed, hè, voor zij die nou een beetje mijn leeftijd zijn. Vroeger hadden we dus cassettes dat we konden insteken. Moesten die maken, hey, VHS, moesten zij gedacht hebben van dat gaat eeuwig en altijd zo blijven. Ja, ze hebben ook niet geïnnoveerd en ze bestaan gewoon niet meer. Denk aan Blockbuster, de grootste videotheek ter wereld, grootste keten ter wereld. Die dachten van ja, mensen gaan blijven naar dvd's kijken. Hebben we niet gedaan. Weten dat Blockbuster de kans had om Netflix te kopen voor 3 miljoen euro en Blockbuster dacht van wij zijn zo groot, waarom zouden we zo'n nietsnut gaan kopen? Blockbuster bestaat vandaag niet meer, Netflix gaat niet meer voor 3 miljoen euro kunnen kopen of dollar. Dus om maar een idee te geven dat innoveren, dat vernieuwen, als je dat blijft doen, dat blijft bestaan. De moment dat je dat niet meer doet, dan gaat het gewoon verdwijnen. Of je nu een restaurant zet, een bouwbedrijf, retail, maakt niet uit wat dat ook zet. Of ik als coach, wij moeten continu gaan denken, hoe kunnen we de behoeften beter vervullen, hoe kunnen we de noden beter vervullen, hoe kunnen we vernieuwend zijn, hoe kunnen we inspelen op de markt. Dus welke business dat ook zet, denk aan verbeteren, verbeteren, verbeteren. Een paar simpele tips. Tips kan zijn, spreek met je klanten. Vraag dan je klanten wat dat er beter kan. Vraag dan je klanten waar dat je kunt optimaliseren. Zorg dat zij gelukkig zijn en sta open voor een feedback. Kijk ook naar de wereld rondom u. Kijk naar je concurrenten, kijk naar collega's. Kijk wat dan zij doen om mee te zijn met de nodige trends. Ik heb zowel bedrijven geweten in de retail die al lang, lang bezig zijn en super succesvol waren, maar die nergens gestopt zijn met te innoveren. En wat is er gebeurd? Oké, de markt is veranderd. Bijvoorbeeld als we kijken naar de meubelmarkt. Vandaag is een mensen een aankoopgedrag anders dan 50 jaar geleden. Als je daar niet op inspeelt, krijg je de teksel op de neus. Dus innovatie kan heel veel dingen betekenen. Het tweede deel van die quote, marketing, daar kunnen we natuurlijk ook uren over babbelen. Maar het idee is van oké, hoe kan ik dat communiceren dat mijn product die behoefte vervult van die klant. En hoe kan ik dat zo goed mogelijk communiceren? Het probleem is vaak dat mensen ervan uitgaan, de klanten zullen wel naar ons komen gewoon omdat we goed zijn. Ik was een keer bij mijn tandarts, ik lag er op tafel en om een of andere reden begint hij dan altijd mij uit te vragen wat ik precies doe. Want in zijn wereld begrijpt hij dat niet, want hij zegt van hij zit in een dorp, die heeft wachtlijsten tot en met en die heeft nu nooit geen marketing. Dus in zijn beleving is marketing volkomen zinloos. Dan zegt hij van, de klanten komen toch, waarom zou ik marketing moeten doen? Ik zeg, dat is gemakkelijk spreken als je tandarts zit in een dorp, maar dat er niemand anders zit. Maar vandaag de dag is via online en dergelijke, is de concurrentie bikkelhard. En in veel sectoren komen de klanten niet meer zomaar. En dan moeten we gaan denken van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat een ideaal klant naar ons toe komt? En hoe kunnen we de juiste boodschap formuleren om die bij ons te krijgen? Dus echt investeren in je marketing en er echt gaan over nadenken. En als je zegt van, ja, nu weet je, moet mij daar niet mee bezighouden. Ik ga gewoon naar een communicatiebureau en die doen dat allemaal voor mij. Wel, veel succes. Maar als jij die niet stuurt, als jij geen plan hebt, als jij er niet over nadenkt wat je strategie is, als jij niet weet hoe dat je moet onderscheiden, als jij niet weet welke kanalen dat je moet gebruiken om je klanten te bedienen of om daarmee te communiceren, zij gaan het voor je ook niet uitleggen. Hoe beter dat jij ze kunt sturen, hoe meer dat je uit je marketing haalt. Ik hoor heel vaak, ja, nou, marketing werkt niet. Marketing werkt altijd, maar je moet het doen werken. Je moet het testen, je moet het meten, je moet er dingen mee doen, je moet het vastpakken. Dus ik hoop dat dat duidelijk is, dus business, innovation en marketing, het is wel degelijk zo. Als je die twee hebt, heb je een product dat innovatief is, dat blijft de behoeften van je klant vervullen en je kunt het communiceren naar de buitenwereld en je kunt het verkopen, dan heb je een business. Stop ermee marketing, je business gaat vergaan. Stop ermee innoveren, je business zal ook vergaan. Als ze failliet gaan, is het zelden of nooit een andere reden. Vaak is het één van die twee.
Zo, bedankt voor je aandacht en tot de volgende.